Oké, in de reeks materiaal met een verhaal gaan we dit keer deze Apple computer bekijken. Dus dit is een desktop computer van Apple, al een vrij oude. Ik heb al een aantal Apple producten besproken, zoals mijn MacBook. Zeker ook mijn eerste MacBook heb ik al besproken. Als je kijkt naar heel intensieve taken, bewerking van video, rendering van 3D en dergelijke meer, ben je altijd beter af met een desktop computer, want eigenlijk een laptop is altijd gemaakt om een evenwicht te maken tussen prestaties en zo weinig mogelijk energieverbruik. Dus lange batterijduur en dergelijke meer, zoveel mogelijk autonoom kunnen werken. Terwijl bij een desktop heb je dat probleem niet, want je hebt altijd de bekabeling, je hebt altijd stroom. Dus die kunnen gewoon volle bak energie verbruiken als bepaalde software of bepaalde bewerkingen dat vragen. Dus zeker als we kijken naar rekenintensieve taken, zijn desktopcomputers altijd nog the way to go. In dit geval is een 2009 computer, early 2009 is de modelaanduiding. Dus dat betekent dat die computer al 10 jaar oud is. En ondanks dat zie je dat design toch nog vrij... Allee, het is eigenlijk een modern design, hè? Dat is een tijdloos design, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar natuurlijk, ja, omdat een computer is van 10 jaar oud, heb je natuurlijk wel USB-poorten, USB 2 en geen USB 3 standaard. Je hebt FireWire wel, maar je hebt nog geen Thunderbolt ook. Je hebt hier een CD- en DVD-writer is het, denk ik. Op zich, als je zo'n computer wilt kopen, kijk je eigenlijk best naar een 2009 of een 2010. Het probleem met de oudere modellen is dat ze moeilijk te upgraden zijn. En het voordeel van deze modellen vanaf 2009 is dat je dus vrij gemakkelijk andere processors, meer geheugen en dergelijke meer kunt plaatsen. Ook wel heel handig bij dat type computer is dat ze niet alleen mooi vormgegeven zijn, maar dat ook dat ze duidelijk gemaakt zijn voor een professionele markt, waar dat je eigenlijk ook op een ingenieuze manier hier via een hendel kun je heel dat front, of de zijkant is het eigenlijk, eraf nemen. En kun je eigenlijk overal aan dat echt wel de bedoeling is om die computer mee met u te laten groeien. En dat is ook wat gebeurd is, maar ik heb die zelf nu wel tweedehands gekocht. Want als die niet waren, waren die voor mij niet betaalbaar. Ik heb deze tweedehands gekocht voor, denk ik, €400 of iets. Of pas zelf minder, denk ik. Een standaard specificatie, dus één harde schijf. Het was wel een dubbele CPU-versie. Terwijl ik heb hem omgebouwd naar een enkele CPU. Omdat de dubbele CPU van de 2009 hebben een nadeel dat de CPU's... Ja, dat heet deleted CPU's. Dat zijn CPU's zonder heat shield. Of dat zijn speciale CPU's die moeilijk of niet te vinden zijn tweedehands. En als je ze vindt, zijn ze duur. Of je moet de gewone kopen en die zelf gaan aanpassen. Terwijl dat enkele CPU-modellen van 2009 de gewone CPU's gebruiken. Dus dan ben ik van een dubbele CPU... En ik heb dat bord kunnen verkopen voor de prijs waarmee ik die computer gekocht heb. Dus, die dubbele CPU-borden zijn al geheerd. Ik heb een enkel CPU-bord gekocht. En daar dan de CPU zelf in van een upgrade voorzien. Dus dat is nu een, wat is het, een 3, ik heb het opgeschreven, maar ik zal het erbij nemen. Oké. Dus ik heb hem gekocht met 2,26 GHz, twee CPU's van 2,26, dus nogal low-end CPU's. Een 8 GB aan geheugen heb ik zelf geüpgraded naar 32 GB. Een 640 GB harde schijf, dus een gewone harde schijf, die is eruit ondertussen. Ik heb die vervangen, ik zal het straks uitleggen, door een sneller harde schijf. Ik heb, als ik hem ontvangen heb, eigenlijk meteen een nieuwe harde schijf in geplaatst. Ja, ik zal het u laten zien meteen. Hier zit een nieuwe grafische kaart in, dus die grafische kaart is veranderd. Dus ik heb twee schermen en met die... grafische kaart heb ik toch nog, dat is een officiële Apple kaart, dus ik heb toch gewoon een bootscreen. Geheugen is hier gewoon eruit halen en erin prikken. Heel eenvoudig. CPU, moet je die heat shield hier moet je eraf nemen, dat is iets meer werk. En dan nieuwe CPU, maar nog altijd zeer gemakkelijk te doen hoor. De oude CPU eruit halen, de nieuwe CPU erin, een klein beetje koelpasta erop, alles een beetje afkuisen, want dat staat natuurlijk vol stof. Dan ben ik naar een CPU van 3,33 GHz is gaan. Dus van 2,26 naar 3,33. Er is nog een iets snellere van 3,4, denk ik.
Maar omdat dat de snelste is die ze gemaakt hebben voor die computer, is dat ook de duurste. Die betaal je gemakkelijk €120 of zo op eBay. Terwijl voor de 330 niemand wil die minder goede, die was nog maar €60 of zo. Dus ik heb eigenlijk is die 330 bijna even snel, maar een pak goedkoper. Dus ik heb die 333 genomen. Laten we eerst de harde schijven bespreken. Dus dit zijn de harde schijfslots. Dus de standaard sloten zien er zo uit. En dat is ook een standaard harde schijf. Dus ik heb die harde schijf van upgrade, dat is een 2 terabyte schijf. En die monteer je daarop en die kunnen daarin en uitschuiven. Nu, als je een kleinere laptop harde schijf wil monteren, dan gaat dat niet op die adapter. Dan moet je eigenlijk andere adapters aankopen. En dat zijn die blauwe. Dus dat zijn aangepaste adapters waarop dat je kleinere laptop type 2,5 inch schijven kunt aansluiten. Dat is wat ik hier gedaan heb. En die zijn telkens in een rij opgezet. Dus deze hierop staan mijn video en daarop staan mijn foto's. Het OS zelf, dus OS X, is geïnstalleerd op een SSD. Een SSD is een harde schijf die niet meer mechanisch werkt. Dus het niet werkt met roterende schijven, zoals een optische schijf ook werkt. Maar dan met magneten en dergelijke meer anders. Dus wel, maar toch mechanisch ronddraait. Dat zijn deze. Die zijn vrij traag in vergelijking met SSD. Een SSD is eigenlijk gewoon heel veel van die geheugenchipjes die hier op memory al zitten, op je RAM-geheugen, in een harde schijfbehuizing ingebouwd. En dat zit hier op een aparte kaart. Ik kan die ook hierop aansluiten. Dat heeft dergelijke aansluiting. En dan behaal je al redelijke snelheden. Maar eigenlijk als je het maximum uit die SSD wil halen, dan heb je een apart kaartje nodig. Wat hij net als die grafische kaart inklikt. En dat is wat er hier gebeurt. Hier zit dus een aparte kaart in. Waarop dat die SSD aangesloten is, zodat ik die SSD veel sneller toegang krijg, omdat dat niet meer via die kabels gaat, maar rechtstreeks, want dit is dan SATA, maar rechtstreeks via de PCI Express lopen. Dus op dezelfde manier als dat die grafische kaart heel snel kan communiceren met de computer en de CPU, kan nu die SSD ook veel sneller reageren. Dus omdat mijn OS daarop staat, is die computer echt snel in gebruik. Dus alles waar ik meteen toegang nodig heb. Mijn programma's en mijn computersysteem staan op die SSD. En al mijn bestanden zelf staan op die gewone harde schijven. Dus die heb ik weggehaald, zoals ik zei, mijn optische schijf. Maar ik heb de voeding daarvan, dus de stroomvoorziening, heb ik met een kabel naar beneden achter het bord omgeleid naar hier. En hier in deze slot zit opnieuw bij die PCI Express. Heb ik een USB 3.0 kaartje. Dus waar dat je, hier van voor heb je wel slots. Heb je USB aansluitingen. Dus die zijn er op zich wel. Maar het nadeel van die USB aansluitingen die hier zitten. Is dat het allemaal USB 2 zit. En vrij traag. Dus omdat dat een USB specificatie is. USB 2.0 beter. De nieuwere specificaties daarvan zijn veel, veel sneller. Dus USB 3 is veel, veel sneller. En die heb ik dus via die PCI Express. Achteraan in de computer heb ik nu dus USB 3.0. En dan de RAM had ik al gezegd, heb ik 32 gig van gemaakt. Maar dat is eigenlijk wat ik allemaal geüpgraded heb. Nu, als je op zoek bent naar zo'n computer, zou ik aanraden van een 2010 model te kopen. Omdat die dus, ook al heb je een, of dat je nu een twee CPU's of één CPU hebt, dan heb je altijd de gewone CPU's. Dus je kunt altijd gemakkelijk je CPU upgraden. En je kan ook zonder hacks gewoon de laatste OS X installeren. Als je de 2.9 koopt, deze, dat is een 4.1, dan moet je eigenlijk eerst de firmware van die computer gaan upgraden naar de firmware van een 2010 model. En pas dan kan je naar de laatste OS X installatie gaan. Maar dat was het dus voor mijn desktop PC. Een supergoeie computer die al 10 jaar goed meegaat en alles doet wat ik ervan vraag eigenlijk. En redelijk goed upgradebaar is naar een 3,33 GHz Intel en 32 GB geheugen. Programmeren doe ik er ook op. USB 3.0 heb ik ook. Wat ik niet heb is USB-C, maar ik geloof wel dat het mogelijk is. Het enige van Apple uit dat niet mogelijk is volgens mij is Thunderbolt. Thunderbolt is zo het systeem van dat al een tijdje op de laptop zit en op de nieuwere iMacs en zo. Wat dan nog hogere snelheid haalt dan USB 3.0. Maar Thunderbolt is specifiek voor Apple. Dat kun je volgens mij niet los als hardware kopen om daarin te plaatsen. Dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.